Komend weekend, ik zei het net al, is het weer zover. Duizenden deelnemers gaan dan weer door de modder. Ze trotseren die modder tijdens de Mudmasters in Biddinghuizen. Ja, en dat moet natuurlijk wel opgebouwd worden. En dat is nu in volle gang. En er is ook onze sportieve verslaggever Florian van Veldhoven. We kijken even naar het beeld. Ja, we zien hem al. In ieder geval maatje 45, denk ik. Hij staat te trappelen al een beetje in de modder. Florian, is de organisatie er ook al helemaal klaar voor? Ja, de organisatie is er zeker al klaar voor. Je zag inderdaad mijn voetjes, want ik heb al het een en ander al getest. En dit jaar, ja, weer Mudmasters, gaat weer een hoop gebeuren. Naast me de organisatie, André Skvortsov. Ja, zijn jullie er klaar voor dit weekend? Ja, we zijn er bijna klaar voor. Vrijdagmiddag zometeen de laatste puntjes op de i. We hebben natuurlijk al maanden lange voorbereidingen gedaan. Allerlei plannen gemaakt met partners, gemeenten enzovoort. Nieuwe hindernissen bedacht. En nu einde van de ophouden, dus we zijn er bijna klaar voor. Hoeveel deelnemers verwachten jullie dit jaar? Dit jaar ruim 10.000 deelnemers verschijnen aan de start dit jaar. Ja. En natuurlijk ook elk jaar nieuwe hindernissen. Wat zijn de nieuwe hindernissen van dit jaar? Ja, we hebben ongeveer 10 nieuwe hindernissen of updates van hindernissen, waardoor het weer een hele andere ervaring wordt. En we staan nu bij een van deze nieuwe hindernissen. Dat is de cap size. Ja, laten we inderdaad even zien. We zien dat een groot blok. Hoe werkt die? Ja, eigenlijk zie je inderdaad een groot blok. En ja, die draait dus om zijn as heen. Maar dat lukt je dus niet in je eentje. Dus je moet met een team of met onbekenden, met wie er bij jou op dat moment in de buurt staat, moet je dus dat ding in beweging krijgen, zodat die gaat rollen. En dan pak je eigenlijk één voor één de bovenkant vast en dan word je naar de overkant gebracht. Maar dit is een mooi voorbeeld van een teamwork hindernis. En ja, daar gaat ook wel om bij Mudmasters. Dat bekende en onbekende elkaar helpen naar de finish toe. Nou, maar dit is een team onderdeel. Ik ben in mijn eentje. We kunnen hem dus niet testen. Kan niet, bestaat niet. Zeker bij Mudmasters niet natuurlijk. We kennen geen problemen, alleen maar uitdagingen. Nee, maar alle gekheid op een stokje. We hebben een artiesteningang voor jou. Dat kan je toch doen, dus je gaat toch nat worden. Ik moet eraan geloven, ben ik bang. Ja. Nou, in dat geval, oortje gaat uit. Deze geef ik aan jou. Ja. Kijk, alsjeblieft. Prima. Ik geef ook de microfoon. Ja, dankjewel. En de handdoek, ja, alsjeblieft. Ja, niet in de ring gooien, hè? Goed. Nou, we zien Florian nu dan over stijgen. Hij klimt bovenop het apparaat. Oh, ja. Ik moet met mijn buik. Ja, zo. Ik krijg nog instructies. Ja, zo kom je eigenlijk dus te liggen. Eigenlijk kom je begin aan die kant, dan word je door je buddies wordt die naar boven gekanteld en dan kom je in deze positie en dan gaat hij dus doorkantelen en dat ziet er ongeveer zo uit. Nee, even een belangrijke vraag, hoe koud is het water? Nou, het valt wel mee, het is nazomer, dus ik denk ongeveer een gaatje of 16, 17. Maar ik denk jouw gezicht spreekt zo boekdelen. Ja, nou, ja, kijk niet altijd vrolijk. Dan gaat hij, oh. Ja. Ik wel sportief van omdat hij gewoon er ook in gaat ook, hè? Is dit alles? Ja, maar de moeilijkheid is omdat dat ding de hele tijd draait. Dus je hebt andere mensen nodig om vast te houden, zodat je er overheen kan klimmen. Nou, het is koud zat, André. En die hindernis, die is ook goed. En ik denk dat de deelnemers wel genoeg gaan plezier gaan beleven komend weekend. Nou, ik vind je nu al een heel Florian. Top. Leuk dat jullie er waren. Deelnemers, veel succes het weekend. En mensen die willen komen kijken, van harte welkom.